Deze gevelsteen op nummer 143 is het laatste wat herinnert aan de geschiedenis van de straat die elke Nederlander kent. De Amsterdamse Kalverstraat, die thans 500 jaar bestaat en die daartoe op passende wijze versierd is. Deze winkelstraat, verrezen op de plaats waarin vroeger even kalveren verhandeld werden, is thans zonder twijfel de gezelligste straat van Nederland. Letterlijk alles is er te koop. Ter ere van het jubileum van de Kalverstraat is op de Dam een 15e eeuw stadje gebouwd dat op de openingsdag bezoek ontvangt van Amsterdams burgemeester. Een stoet van herauten, stadswachten, narren, poorters en poorteressen begeleidt de burgemeester door de feestelijke Kalverstraat naar hun eigen stad op de Damstad. Het is een stijlvolle cortège waarbij behalve de kleding van de burgervader eigenlijk alleen de Amerikaanse confettiregen wat uit de toon valt. Voor de ingang van Damstad bieden twee narren aan burgemeester Dailly de sleutel van de stad aan. En wat voor een sleutel. En vervolgens rijdt de calèche door de stadspoort Damstad binnen. De schout begroet zijn 20e eeuwse collega en biedt hem onder grote bijval het ereburgerschap van zijn stadje aan. Damstad is open. 4 weken lang zal Nederland er kunnen gaan kijken hoe zijn voorouders 500 jaar geleden leefden en werkten.